Hey! Jongens, ik zie dat ik met koffie bezig ben. Ik ben de jaargesprek aan het bekijken van koffie. En die ben ik kwalitatief aan het uitzoeken. Dus kijk gezellig mee. Nou, fijn dat jullie met me meekijken. Wat jullie op beeld zien zijn 26 opgenomen infraroodspectra van 26 verschillende soorten koffie. Dat heb ik als volgt gedaan. Ik zal even dit plaatje erbij pakken. Dit is onze infraroodspectrometer. Koffie heb ik hier opgelegd. Dit is een heel klein diamantkristalletje. En daarop heb ik de koffiepoeder opgelegd. En vervolgens heb ik met deze stempel die koffie flink aangedrukt op dat stempeltje en op die manier het infraroodspectrum opgenomen. Nou, dat zijn de spectra die je hier ziet. En in zo'n spectrum zie je hier de x-as. En de x-as staat voor de kleur van het infraroodstraling. 400 reciproke centimeters, dat is weinig energie, grote golflengte. En 4000 reciproke centimeter, dat is veel energie, hè, snelle trillingen. En wat je ziet zijn verschillende absorpties. En bij elke absorptie wordt een deel van het molecuul aan het trillen gebracht. Nou, via tabellenboeken kun je opzoeken welke absorptie bij welke trilling hoort. Als je dat doet, dan zul je zien dat bij 3300 reciproke centimeters, hè, dat is trouwens hier te zien, wordt bijvoorbeeld OH-groep aan het trillen gebracht. Deze twee groepen, daarbij worden CH2-groepen aan het trillen gebracht. En de chemici weten dit, rond 1750 wordt een carbonylgroep, dus een C-dubbelgebonden O, aan het trillen gebracht. En dit is bijvoorbeeld een C-enkelgebonden O die aan het trillen wordt gebracht. Normaal gesproken zou je het doen met zuivere stoffen en dan kun je op deze manier, door die verschillende groepen te achterhalen, de structuurformule van een stof achterhalen. Nu is dit koffie en koffie bevat natuurlijk heel veel stoffen, dus dat gaan we nu niet doen. We gaan nu kwalitatief onderzoek doen naar wat zit er dan ongeveer aan die stoffen, welke componenten hebben die en waar verschillende koffies ten opzichte van elkaar. Eerst nog even terugkomen op deze absorpties, want ik kan hier wel degelijk wel gelijk al wat in zien. Ik vermoed dat dit een vetzuur is. Nou, ik heb hier een vetzuur getekend. Ik zal hem iets groter maken. Kun je het beter zien. En wat ik denk is dat je het volgende ziet. Ik zal even mijn pennetje er weer bij pakken. Hier zagen we bij 1750 die carbonyl. Dat is deze groep. Ik zag die OH-groep. Bij 3300. Die staat hier. Heel netjes. En ik zie hier die grote vetzuurketen. Al die CH2-groepen, dat zijn deze. Dus dat er een vetzuur in zit, dat vermoed ik wel. Nou, het verbaast me niks bij koffie. Ik weet van koffie ook dat het heel vettig is. Dus die informatie heb ik al. Maar je ziet dat al die koffies die vetzuren hebben. Dus ik zal dit nu beter moeten gaan onderzoeken. Nou, daarvoor ga ik PCA-analyse opzetten. Dus ik ga hier naartoe en ik ga mijn spectra selecteren. Alle 26 spectra laat ik meedoen. En dan moet ik even een aantal klussen vooraf gaan doen voordat ik met de PCA-analyse ga beginnen. Vaak kun je een stukje data preprocessing doen. Dat doe ik nu niet. Als ik even aanklik, dan zie je dat ik een aantal dingen kan doen, bijvoorbeeld als eerste afgeleiders of tweede afgeleiders meenemen. Wat er bij zo'n afgeleider gebeurt, is dat mijn pieken kleiner, smaller worden. Dat zou vaak heel gunstig zijn om onderscheid te kunnen maken. Maar dat betekent ook dat mijn brede pieken, die filter ik als het ware uit. En mijn brede pieken staan in dit geval voor chemische groepen, zoals een OH-groep. Nou, dan zou ik chemische informatie kwijtraken. Dat wil ik in dit geval helemaal niet. Dus dat doe ik niet. Wat ik wel doe is mean-centered. Wat hij dan doet is hij maakt een gemiddelde van al die 26 spectra. Dan maakt hij een soort gemiddeld spectrum van. En dan trekt hij elk spectrum weer af van dat gemiddelde spectrum. Dat heeft als voordeel dat ik alle informatie die al die spectra gemeenschappelijk hebben, dat ik die filter en dat ik dus me kan gaan focussen op de verschillen. En dat is ook nou net wat ik wil doen. Ik wil de verschil tussen de koffies zoeken. Dus die neem ik wel mee. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik een PCA-analyse doen. Nou, normaal gesproken doe je een PCA-analyse met een paar honderd samples. En daar maakt hij dan verschillende PCA-assen van. In dit geval stelt hij hem op 5 assen. Dus hij gaat 5 verschillende PCA-assen maken. Dat vind ik voor nu wat veel. 26 koffies en dan 5 assen, dat is wat aan de vele kant. Ik zal dat normaal gesproken terugbrengen naar een as of 3, denk ik. Maar laat het maar even staan, dan laten we het zo wel zien. Het
Het eerste wat ik dan wil laten zien is de scoreplots. Daarna ga ik naar de loadingsplots. Die loadingplots, dat zijn eigenlijk de assen, dus de x- en de y-as. Scoreplots is het plaatje wat je hier ziet. Het totaalplaatje. Hij pakt hem niet zo goed. Dus als ik hem op print en ik print hem naar PDF, dan krijg ik aan deze kant, laat hij ook nog spulletjes zien tijdens het printen. Dus de software, ik weet niet precies zo goed waarom. Maar dit is als ik hem print, dan zie je dat ik hier ook nog koffies heb zitten. Maar voor nu, dit is de x-as, dit is de y-as. En dit zijn de scores, de loadings 1 en 2, dus de PCA-as 1 en 2. En dan zie je grote verschillen. Ik zie hier bijvoorbeeld een koffie die er echt uitspringt. Als ik hem even probeer te pakken, daar komt hij. De koffie Perla Rood. 2. Nou, de Perla Rood merk heeft 2 bonen. Dit is 1 van de 2. Ik zie hier nog een koffie die er wel redelijk uitspringt. Welke is dat? Even kijken. Plop. Ja, de Brasilia. Dat is een andere koffiesoort. En deze valt ook op. Kijk, waar ben jij? Oh, de Estrella. Dus je ziet verschillende koffies springen er zo uit. Nou, ik kan natuurlijk ook een andere as pakken. Dus ik kan de 3-as. Dan zie je dat het potje er weer anders uitkomt. Deze springt er ook uit. Ook weer die koffie rood. Die springt eruit. Oh ja, dit is de andere van de perlenrood. Dus dit is de andere boon. De roodmerk is een melange. Dus er zitten verschillende bonen in. Wat is dit? Kom eens op. Plop. Nou, ook weer de Brasilia. Nou, en zo kan ik door al die scoreplotjes heen. Maar het probleem is, ik heb niet informatie wat deze assen nou zijn. Nou, daarvoor moet ik naar de scoreplot, naar de loadingsplots. En dit zijn als ware assen. En ik zal eventjes er eentje laten zien. Dit was die x-as van net. En dat staat voor deze, ja, voor dit plotje. Ja, om dan te achterhalen welke stoffen daarbij horen, moet ik toch als chemicus aan de slag. En je ziet hier weer die CH2-groepen zitten daar duidelijk in. Die 1750, dus dit lijkt weer de componenten van een vetzuur te zijn. Maar ook deze zit erin. En ook deze zit erin. Dus dit is een as op basis van minimaal 2 componenten. Nou, als ik dan naar die 2-as erbij pak, dan zie je hier heel duidelijk weer die vetzuuras. Maar je ziet dat deze, die is nu een stuk lager. Dus die 2-as laat eigenlijk beter de vetzuurconcentratie zien. De concentratiecomponent zien. Dus eigenlijk dat scoreplotje wat ik net liet zien van de eerste van PC1 met PC2, die laat eigenlijk veel hetzelfde informatie zien. Nou, dan pak ik de nummer 3 bij en hé, die heeft duidelijk een andere signatuur. Nee, deze piek komt heel duidelijk op bij 3300. Deze piek bij 1630 ongeveer laat heel duidelijk een piek zien. En die vetzuurcomponent lijkt veel minder aanwezig. Dus dit is een interessante plot om te laten zien. Kijken wat laat 4 dan zien. Nou, 4 laat eigenlijk weer die vetzuurcomponent zien. Dus die voegt niet zo heel veel toe. En wat mij verder opvalt, ik zal die 3 even weghalen, is dat ik hier ruis ga zien. Dus ik ga nu ook ruis zitten plotten. En dat is natuurlijk niet relevant. Dus die 4 die laat ik denk ik maar weg. Want die laat en het plaatje zien wat ik eigenlijk ook al, die informatie had ik eigenlijk al, plus hij gaat ruis laten plotten. Nou, wat laat de 5-as dan zien? Nou, de 5-as laat ook weer een beetje die vetzuren zien, plus heel veel ruis, dus ook die voegt niet zo heel veel toe. Dus die 3-as heeft weliswaar ook wel wat ruis, maar laat nog duidelijk een andere component zien. Dus de eerste 3 zijn goed om mee te nemen. En 4 en 5 voegen eigenlijk niet zoveel meer toe. Dus ik ga deze terugbrengen naar 3. Factorize. En deze plotjes krijg je dan van mij in de opdracht. 1 versus 2, dus de 1-as versus de 2-as, dat is dit plotje. Je krijgt van mij de 1-as versus de 3-as. Dus dit plotje krijg je van mij. En de 2 versus 3-as. Dus deze plotjes krijg je van mij. En dan jullie de opdracht om deze assen te vervangen naar componentassen. Bijvoorbeeld vetzuur versus wat hier komt te staan. Zodat je deze componenten ook daadwerkelijk, dus deze monsters, kunt toekennen als deze is dan rijk in. Nou, hij staat heel erg deze kant op, heel erg naar rechts. Dus dit is waarschijnlijk eentje met veel vet.
met een grote vetcomponent. En deze is waarschijnlijk heel arm van die component 3. Zodat jullie dit ook kunnen vergelijken met elkaar en ook gewoon chemische informatie kunnen achterhalen. Dus ik wens jullie veel succes met deze opdracht en ja, veel plezier ermee.